Yo, wat up gasten, welkom bij deze nieuwe video hier op Banjo Movies. En het is een speciale video, want in 2010 deed ik voor het allereerst een WK-show. Kut! En in 2012, toen het EK er was, deed ik natuurlijk de EK-show. Hé hey gek, haal je vingers bij het stopcontact weg, dan ga je dood. Kan het zien als videohallen, Fibia? Je appen natuurlijk, dat moest het zien doen met zwaaihanden. Zwaai. Ah, dankeschön. En nu in 2014 is de WK-show natuurlijk terug met Brazilië, alles erop en eraan. En ik ga jullie spreken na de intro. Hey jij! Kijk niet, zo zuur, het is er tijd voor een oranje avontuur. Voetbal van Banjo, dat zie jij in de WK-show. Ja. Misschien denk je nu wel, Bardo, waar ben jij? Nou jongens, ik ben in Tilburg, want ik kreeg een reactie van Ruben. Ja, hij wou dat ik ging opnemen in Tilburg. Nou Ruben, ik ben hier in Tilburg om op te nemen. Ruben heeft ook zijn eigen YouTube-kanaal House of Comedy en daar ben ik al een paar keer op de gast geweest. Ik maak eigenlijk voetjellen, sketches en andere rotzooi. Dus gewoon kijken. Rotzooi, dat hoort bij YouTube. Nou, het doel van elke WK-show is natuurlijk om een uitgebreide voorbeschouwing te geven op het land waar wij vanavond tegen spelen. En vanavond spelen wij tegen Spanje. En heel eerlijk, Spanje boeit me niet eens zoveel. Maakt me niet uit hoe, wat, wie of waar we voetballen. Spanje is zeg maar de coole jongen uit de klas die altijd succes heeft. Ik bedoel, ter vergelijking, Ruben, wat heeft Spanje? Sturinggevechten. Ja, en wij in Nederland hebben gewoon darten. Het hilarische aan het feit dat ik de WK-show weer ga doen dit jaar is eigenlijk wel dat ik niet eens op het veld kan scoren, laat staan buiten het veld kan scoren in een club. Nou, en Ruben, heb jij nog iets wat je weet of? Nee, ik weet niks meer. Nou, dan gaan we kijken wat de man op straat ervan weet. De man op straat. Hallo mensen van Banjo Movies, ik ben Rick van Serpent Gameplay en vandaag ga ik de straat op om te kijken wat mensen weten over Spanje. Het gaat over... Welk onderwerp hoop je? Hockey. En welk onderwerp hoop je niet? Ja, ik weet niet. Voetbal. Het is voetbal! Oh, kut zo. Gefeliciteerd. Welk van deze twee voetbalt voor Spanje? Nou, dan ga ik toch voor hem. Okay. Waarom? Ja, ik denk een beetje Spaans uiterlijk. Nee, ik gok die, want die ziet er heel Spaans uit. Nee, hij is wel knap. Ja, dat is wel knap, jongen. Zou hem wat doen? Wellicht. Ja, naam kom ik niet mee in mijn hoofd, nee. Torres. Hij weet wel. Torres, ja. Goedendag meneer. Weet u veel over voetbal? Wat is buitenspel? Ja, dat je een bal aangespeeld krijgt, maar geen verdediger meer tegenover je hebt staan. Buitenspel, dan staat een tegenstander met minder dan twee man. Dat is moeilijk uit te leggen hoor. Ja. Met twee man achter de... even kijken hoor. Ja, dat is dan lastig om zo even uit te leggen. Als je een tekenbord voor me hebt, dan kan ik het voor je uittekenen, maar anders... Kijk je wel op voetbal? Nee, nooit. Het is er maar echt niet. Nee, echt. Dan interesseert dit gesprek mij ook niet meer. Doei! Maar eigenlijk ook niet. Doei! En vanaf de man op straat gaan wij direct door naar de winkel van Roy Donders hier achter mij. Jullie vroegen hier heel veel om, dus ik sta hier ook bij de winkel van Roy Donders. Wat heeft Roy Donders te maken met het WK op juichpakken na? Het enige wat ik kon verzinnen is dat Roy Donders voor mij net zo irritant is als een fucking vuvuzela. Alhoewel ik wel moet zeggen dat een vuvuzela 10 keer minder irritant is dan het stemgeluid van Roy Donders. En daarnaast zou ik een vuvuzela best in mijn mond doen en ik doe niks van Roy Donders in mijn mond. En een andere vergelijking die je kan maken tussen Roy Donders en de wedstrijd van finale is dat je bij Spanje het succes wel snapt en bij Roy Donders denk je, hoe kan hij zo succesvol zijn? Maar nu we het weer over Spanje hebben, dacht ik bij mezelf, wat zou FIFA zeggen wie er gaat winnen? Dus ik heb een potje FIFA gespeeld tegen Yuri Mooijman en dat gaan wij doen in het item. Wat zegt FIFA? Wie gaat er vanavond winnen? Ik en Yuri gaan vast een potje doen. Wedden dat ik je ass ga ponen, kijk. Oh bitch, you ain't got nothing on me. Ik zie dit! Waar ben je? Ik wil niet veel zeggen hoor, maar onze keeper is wel in vorm. Kut! Tada! 1-1! Let op hè. Nee, let maar niet op. En? Oh! Dit is het mooie, kijk. Voor jou, jij vindt hoe dan ook. Hey, let's even op. Oh, kut! Nee, flikker op. Dit is toch niet normaal. Heeft die gast een grote kaart op zijn lichaam? Volgens mij is het een bingo kaart. Ja! Wat een doelpunt! Oh jee. No way. Ook direct na mijn doelpunt. Laat de bitch. En hier gaan we. Ja. Nee. Holy doe die crap. Bal ervoor! Ja. Versnijden, ja!
Nice. 4-4. Please. Ja! Nee, ja, nee, ja, 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 ja! Nee, we staan nog steeds gelijk. Nee! Ja! Nee! Ja! Het is gelukt! Nee, jawel! Nee, bitch! No! No! Nee! Wat? Kom op! Kom op! Ja! Oh, shit! Nou, Yuri. Nederland wint echt niet gewoon, hè? Ik hoop het, man. Nou jongens, als we FIFA mogen geloven, dan gaat Nederland winnen met 6-4. Yes! God. En er was ook iemand die wou dat we gingen opnemen in de duinen, dus bij deze hebben we schapen opgezocht en daar zijn we nu. Ik ga anders tussen de schapen of zo lopen. Oké, goed. Oh, 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 oh. Daar gaat onze dappere held tussen de schapen. En nu het hebben over dappere Nederlandse helden zoals hij daarachter. Kunnen we het hebben over Salvador, want dat was vroeger de hoofdstad van Brazilië. Wat weinig mensen weten is dat Nederland 2 keer Salvador had overgenomen. Alleen allebei de keren dat wij Salvador hadden overgenomen, verloren we het direct. Sterker nog, we hebben Salvador, waar we vanavond dus spelen, verloren aan de Spanjaarden. Dus vanavond is het eindelijk aan Nederland om Salvador terug te veroveren en wraak te nemen op Spanje. Die gast gaat helemaal los. Ik denk dat dit genoeg reden is om door te gaan vanaf mijn visie naar een andere visie. Namelijk de visie van de bankhangers. De visie van de bankhangers. Pardo? Wat doe jij hier nou weer? Oh, omdat niemand bij mij wou kijken? Gast, zelfs jij wou niet bij mij komen kijken. Naar voetbal kijken, kom op, dat is saai, man. Wat? Oh, zo is voetbal saai. Waarom zou je naar een voetbal kijken? Ik bedoelde op de tv, lolbroek. En het is tijd voor Nederland-Spanje. Eindelijk revanche. Willen mensen nog steeds een revanche omdat Spanje een paar honderd jaar geleden Nederland heeft overgenomen? Nee, Thomas, ik bedoel de WK-finale 2010. Arjen Robben was doorgebroken en hij schiet op de hak van Casillas. Wat? Schieten? Wapens? Met voetbal? Wat? Nee, de voetbal schieten, niet kogels op elkaar schieten. Oh. En hoe laat begint het dan? In de avond, rond een uurtje of, ja weet ik veel, 8. Oh, laat maar. Dan is GTST altijd op tv. Het is nu heel spannend met Tim en... Wat? Dus ik ben helemaal hierheen gekomen voor niks? Ik kan weer naar huis gaan? Ja, foutje, sorry, doe rustig. Kom op, een foutje van 30 euro, kuttenes. Hey, jij bent de laatste die mag zeuren over foutjes. Oh ja hoor, en waarom dan? Omdat jouw geboorte ook een foutje was en daar zeuren we ook niet over. Mijn ouders vinden me alles heel lief. Dat liegen ze. Alfred, het medium. En vanaf de bankhangers gaan wij door naar onze eigen Paul de Octopus, ons medium, namelijk Alfred de Steen. We hebben een prachtig opgemaakt veldje, want wij gaan vandaag ballen gooien. Zoals je kan zien, Alfred die staat op een paar blikken, hij valt naar beneden en hij gaat bepalen wie de wint. Nederland, Spanje of wordt het toch gelijk spel? Laten we beginnen. Iedereen er klaar voor? Yay! Alfred! Oh! Nou, we gaan kijken wie de winnaar is en de winnaar is Spanje. Oh, godver... Jezus Christus, Spanje wint en er komt confetti. Nou jongens, Nederland gaat verliezen. Stefano is daar heel blij mee met zijn kut confetti. Nou, dat was de allereerste WK-show. 17 juli zijn we er weer met Nederland tegen Australië. Alfred heeft gezegd dat Spanje heeft gewonnen, maar wij hebben ook nog al jouw favoriete YouTubers als de kers op de taart. En die gaan zo meteen vertellen in het eindscherm wie er volgens hun gaat winnen. Zeker weten, blijven kijken voor jouw YouTubers. Later. Ik denk dat Spanje en Nederland 1-1 wordt. Omdat ze allebei zeker goed kunnen voetballen. Maar ook weer niet beter dan elkaar. Dus dan is het gelijk spel. Rocket science. Ik heb gewoon zo'n voorgevoel dat we dit fucking WK gewoon gaan winnen. Ik ben net als Octopus Paul. Ik weet shit gewoon. En ik denk dat we sowieso Spanje gaan sowieso dik inmaken. Maar ze kunnen wel voetballen. Dus ik denk dat het 3-2 wordt of zo. Het wordt wel lastig hoor om daar nu weer van te winnen. Want... volgens mij is Nederland alleen maar slechter geworden de afgelopen jaren. Dus ik denk dat Spanje gaat winnen van ons met 2-0. Ja, 2-0. En als laatste denk ik dat Kelvin gelijk heeft. Het gaat gewoon 1-1 worden tussen Nederland en Spanje. En 17 juli aankomende dinsdag zijn we terug met Nederland-Spanje. De volgende WK-show. Latertje.